Dit is N24actueel.nl. Er is hier vanmorgen om 8:50 iemand neergestoken hier in een brandgang. Om die tijd kregen we de melding dat er een vrouw bloedend in de gang lag. We hebben haar gevonden. Uiteraard heeft zij de nodige hulp gekregen. Is naar het ziekenhuis gevoerd, de ambulancedienst, maar daar is ze helaas overleden. Uiteraard zijn we direct een groot onderzoek gestart. Waarbij, zoals je ziet, vooral technisch spooronderzoek nu aan de gang is. De identiteit van de slachtoffer hebben wij nog niet achterhaald. We zijn uiteraard wel aan het onderzoeken wie het is. En dat hopen we zo snel mogelijk naar buiten kunnen brengen. Maar dat doen we niet eerder voordat we de familie in kennis gesteld hebben. Daarnaast zijn we ook uiteraard een buurtonderzoek gestart. We hebben wat mensen die hebben bepaalde dingen gezien vannacht of vanmorgen toen het gebeurde. Dus daar zijn we een uitgebreid voor aan het opnemen. En zo hopen we dit misdrijf zo snel mogelijk op te kunnen lossen. Technisch en tactisch onderzoek duurt lang. Er staat hier niet voor niks een container. Houdt in dat de collega's hier rustiger werk kunnen doen. Belangrijk is dat het nauwkeurig gebeurt. En nauwkeurig houdt in dat het wat langer duurt. Er is nog weinig bekend. Het feit is dat hier dus iemand is neergestoken. Dat hier ook iemand is weggerend. Dat is dan de vermoedelijke dader. En daar zijn we uiteraard naar op zoek. We willen natuurlijk graag weten wie dat was. Als hij iets met de steekpartij te maken heeft gehad, ja, dan is hij natuurlijk een mogelijk verdachte. Maar voor hetzelfde rest heeft hij gewoon gestaan en is hij een getuige voor ons. Dus uiteraard willen we die manier graag spreken. Meer nieuws. Meer video's. 24 uur per dag. N24actueel.nl